Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Zo, lieve mensen, ik zou zeggen welkom op mijn kanaal. Ik ga vandaag bakken, banana bakken. En ik ga 3 bananen heb ik gekocht. En die ga ik straks snijden, dan ga ik bakken. Maar dan ga ik eerst de deeg maken. Hier heb ik 250 gram bloem. En nog eens 250, dus 2 kop bloem. En hiervan ga ik de deeg maken. En dan ga ik nog iets anders toevoegen. En dat is 60 gram suiker. En daarna zet ik 10 gram zout. En dan heb ik hier een zakje vanillesuiker. Die gaat ook erin. En een scheutje amandelaccent. Zo. En weet je waarom maak ik dit vandaag, lieve kijkers? Vandaag is mijn enigste kleindochter is jarig. Dat is Danique. En omdat het een meisje is, dan ga ik een roze bakabana maken. Dan zet ik een scheutje kleurpoeder. En dan maak ik een roze deeg van. Dan ga ik hem goed mengen. Ik zet geen eieren, lieve mensen. Veel mensen zetten eieren erin, maar ik hou er niet van. Dus ik heb geen eieren gezet. Dan ga ik mijn water erin toevoegen. Dan heb ik 500 ml water. Eerst en mengen, anders gaat het spetteren, hè. Laat jullie zo zien, lieve kijkers, hoeveel milliliter water heb ik gezet. Hij moet niet te dun zijn en niet te dik. Ook wil ik jullie laten weten dat ik begonnen ben met bestelling te nemen. Als je bijvoorbeeld roti, bara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Dan ga ik met dit mixen. Lieve kijkers, ik ga mijn banaan nu schillen. Dan ga ik hem mooi, lekker in het lengte snijden, plakjes. Kijk, lekkere banaan hoor. Heerlijk. Dan ga ik alle 3 schillen. Nou, het is klaar. Even opruimen. En nu gaan we dit in plakjes snijden. Ik wil hem niet groot, dus.
mooi plakje. Zo. Van één banaan haal ik 4 plakjes. Weet je? Zo. En zo ga ik allemaal snijden. Dan ga ik hem bakken straks. Zo, lieve kijkers van me. Ik ga mijn banaan bakken nu. Bakkabana. Dan ga ik erin deppen. Zo. Zet aantal erin en dan ga ik hem straks in die warme olie bakken. Dat wordt een lekkere bakkabana. Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Zo. Bedep. En nu ga ik hem bakken. Zo, één voor één in de olie zetten. Je prikt het makkelijk met de vorkje, je hoeft geen handen erin te zetten. Zo. En zo maak ik mijn bakkabana. Het is roze, heb ik gezegd. Waarom? Omdat mijn kleindochter is 9 jaar geworden vandaag. Mijn Nienke, Dani. Dus ik bak voor haar een roze kleur. Meisjes houden van roze, hè. Dan maken we roze bakkabana. Gaat ze heel blij worden. Dit is klaar. Deze dingen ga ik straks eraf knippen, hoor. Oh, mooi knapperige. En dan ga ik de sambal straks maken. De pindasambal. Dat laat ik jullie zien. Hoe ik mijn pindasambal maak. Die komt uit Suriname. Dan ga ik hem lekker klaarmaken straks. Deze is ook klaar. Ja, ik heb de zijkanten die lange snor al geknipt. Dus dan zien ze zo eruit. Zo, mijn lieve kijkers. Dit is mijn bakkabana. Zie je? Dit heb ik voor mijn Nikki gemaakt. Mijn kleindochtertje. Dat ze lekker smullen eten. Heel mooi. Dit is bakkabana, roze. Dus lieve kijkers, het is ook iets om te leren. Kijk, als een kleinzoon jarig is, dan maak ik wel een blauw kleur, zo zeg ik hoor. Dan maak ik blauw bakkabana. En als het meisje is, dan maak ik roze. Dus dit is mijn trucje een beetje. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Geabonneerd met dat video presentatie. Subscribe kana, like kana, comments dena, of notification button ko bhi daba dena taki naya video aapko mil sake. Phir milenge. Bye bye.